met nog zo'n 200 meter koers voor de boeg. Met nog die Golden Avenue, de leider. Golden Avenue, die heeft het commando. Gaat proberen de aanvallen van zich af te slaan. Daar slaagt hij ook al aardig in. Golden Avenue, die heeft hier nu afstand genomen. Golden Avenue aan de buitenzijde. Komt Forget About It. We anticiperen er al op. Maar veel te laat om Golden Avenue nog terug te halen. Golden Avenue wint het. Aan de binnenkant komt Eagle Transair nog terug voor de tweede plaats. En staat derde. Daarachter Forget About It. Winnaarakkoord, Rogier. Dankjewel. We gaan huldigen, dames en heren. Geweldige winnaar van de Lampenzeilmakerijprijs. Lampenzeilmakerij Stevast. 1 meeting van de partij als sponsor. En dat geldt op deze middelste meeting hier in Emmeloord. Met een prachtige sierdeken voor een geweldige winnaar. Ook een regionale winnaar. Golden Avenue. Dit was de belangrijkste koers van de maand voor Golden Avenue. En hij pakt hem. 5-jarige bruine ruin. Alien Donon uit Volpixhemia. Gefokt door het bezit van de familie Minima. Bas Krebas, de trainer. Dennis Minima, de rijder van dienst. En we gaan eens even kijken of het lukt om Golden Avenue te voorzien van zijn sierdeken. De sierdeken beschikbaar gesteld door Lampenzeilmakerij. En in de tussentijd zal ik even met Dennis meelopen om zijn eerste reactie eruit te halen. Ja, Dennis, gefeliciteerd. Ik beloof bij deze plechtig dat ik het niet meer in twijfel ga trekken als jij zegt dat je de kop gaat nemen. Nee, ik hoef er niks voor te doen. En hij wint dus buiten. Korte banen kan hij niet? Ja, misschien wel. Hij wordt wel steeds handiger. Hij is wel groot, hè? Ja, hij is te groot. Dat gaan we niet proberen. Dat heeft geen zin. Hey, leunstoelritje? Sorry? Een leunstoelritje? Ja, zeker. Gefeliciteerd ook. We hebben de bloemen. We hebben de zierdeken die op de foto gaat. En ongetwijfeld een mooie plek krijgt op de stal Krebas. U kunt in de handen, dames en heren, voortreffelijke winnaar van de Lampenzeilmakerijprijs Golden Avenue, Dennis Minima. Paarden zijn gestart en door de eerste meters komen ze. Dan is het Panterboy die de draf niet kan vinden. En Golden Avenue die zoals verwacht de leiding neemt. Golden Avenue heeft een lengtevoorsprong genomen op Eagle Transair. En ze staan derde positie. Aan de buitenzijde. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. De 3 Panterboy is uitgeschakeld aan de buitenzijde. Meldt zich Dasmijn Medo voor progressie. Oh, Cruise Control schuift een paar plaatsen op. Passeert bijvoorbeeld Andrea Zwageman. We gaan op weg naar de overkant van de baan. Aan de start van het veld kunnen we intussen situeren Utello de Vals. En voorlaatste Forget About It. 2 na laatste is op dit ogenblik, als de paarden halverwege de overzijde zijn, dus het is Cruise Control. De rij wordt op dit ogenblik gesloten, zoals gezegd door Boucher Leblanc. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde en Golden Avenue leidt nog altijd. Golden Avenue heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats volgt Eagle Transair en zo gaan we dan de manegebocht in. De derde positie is voor Cessa en op de vierde plaats volgt aan de binnenkant Andrea Zwageman. En zo zijn we dan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Zo dadelijk bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. En daar een galoppade van Utello de Vals op het moment dat hij net aan opmars bezig was. Zo komen we voor de manege en hebben we bij het passeren zo dadelijk van de rechter nog een volle ronde te gaan. En is het uitgeschakeld paard nummer 10. 10 galop. Utello de Vals is uitgeschakeld. We gaan de laatste ronde aansnijden. En doen dat nog altijd met Golden Avenue in zijn geliefde pole position. Op de tweede plaats Eagle Transair in derde positie. Volgt dan Cessa. De vierde plaats is voor Andrea Zwageman. 5 aan de buitenzijde Cruise Control. 6 aan de binnenzijde is dan Dasmijn Medo. En die worden dan gevolgd door Boucher Leblanc die opkomt. En aan de start van het veld Forget About It. En zo gaan we voor de laatste maal de overzijde van de baan op. Met nog altijd Golden Avenue die leidt. Golden Avenue. Ja, het paard dat eigenlijk zijn voorbereidende koers op duindicht liep en dat in winst opzette. Dat zal hem vandaag een van de favoriete rollen hebben toebedeeld bij de totalisator. Golden Avenue, een graspaard bij uitstek. Op de tweede plaats Eagle Transair. Daarachter volgt in derde positie Andrea Zwageman. En zo koersen we dan af op de laatste bocht. Aan de start van het veld ligt nog altijd Forget About It. Die heeft nog geen fin verroerd. Kan mogelijk nog competitief worden in de eindstrijd. Cessa gaat dat nu al doen. Die komt aan de buitenzijde langzij bij het tweede liggende paard. De Eagle Transair en gaat zo zoetjes aan op jacht naar de leidende Golden Avenue. Die ze de laatste rechte lijn inbrengt met nog zo'n 200 meter koers voor de boeg. Met nog die Golden Avenue, de leider. Golden Avenue, die heeft het commando. Gaat proberen de aanvallen van zich af te slaan. Daar slaagt hij ook al aardig in. Golden Avenue, die heeft hier nu afstand genomen. Golden Avenue aan de buitenzijde. Komt Forget About It. We anticiperen er al op. Maar veel te laat om Golden Avenue nog terug te halen. Golden Avenue wint het. Aan de binnenkant komt Eagle Transair nog terug voor de tweede plaats. En staat derde. Daarachter Forget About It.